Hey, what's Gucci? Het is je panna, Steve Vechter. Oké, vandaag hebben we weer een video. Die is zo bijzonder, zo speciaal. Het is een video dat gaat over wat vinden jongens schattig aan meisjes. Dus ik moest één ding doen. Ik moest vragen aan andere vrienden, wat vinden jullie schattig aan meisjes? Ik heb een paar dingen bij elkaar gehaald wat ik schattig vind aan meisjes en wat vrienden van mij. Dus heb je dingen wat jij schattig vindt aan een jongen? Laat ze achter in de reacties. Like even en ben je nieuw, zorg er dan zeker voor dat je abonneert, want we zijn op de road naar 100.000 volgers. Als allereerst wat ik heel schattig vind bij een meisje is als ze rood draagt. Ik zei dat ook in de video van gisteren, maar ik weet niet waarom, want rood is gewoon schattig. Ik weet niet wat het is, maar als een meisje rood draagt, dan denk ik, wauw. Dus dit zijn alle lieve reacties van de vorige video. Dankjewel voor al je lieve reacties. Wat ik nog meer heel schattig vind aan een meisje is, ik denk als ze kleren draagt wat te groot is. Want als je kleren draagt wat te groot is, is gewoon, ik weet niet, dan kijk ik en denk, dat is lief, dat is schattig. Je hebt dan een kleine hoofdje en die kleren zijn zo groot en die zijn te lang. En ik weet niet, dat ziet er gewoon raar schattig uit. Dan denk ik van, wauw. Mijn kat loopt hier en hij loopt tegen de stuurlamp aan, dus ik ben bang dat hij valt. Ik ben bang dat mijn stuurlamp valt door mijn kat. Auw! Snoes, doe eens even normaal, we gaan niet bijten. Schoot zit, oeh, ik doe niks. Ik laat je los, Snoes. Ga maar naar beneden. Zorg maar voor je eigen eten. Ik ga geen eten meer voor jou halen. Ugly ass cat. Oké, wat vinden jullie van mijn nieuwe setup? Ik heb nu hier allemaal lichtjes. Want het is bijna kerst, dus ik wil nog allemaal dingen erbij doen. Ik heb nog iets super vets. Kijk, ik heb mijn eigen merchandise. Dus wil jij nou zo'n vet pannenhoodie en wil je bij de pannengang horen? Druk dan even op de eerste link in de bio. Dat zal super zijn. Ik heb natuurlijk veel meer. Dit zijn ze allemaal die ik allemaal heb. Dus ja. Het zou wel leuk zijn als je me steunt. Of als je me gaat steunen als ik live ga. Want ja, ik ga de laatste tijd best wel vaak live. En dan wil ik gaan Fortnite of andere spel spelen. Oké, het andere wat ik schattig vind is als een meisje gewoon raar is. Like, ja, het is als een meisje anders is dan alle andere meiden. Kijk, je hebt standaard dingen. Je hebt meiden die zijn heel populair. Die zijn meestal een beetje bitchy en dingen. En dan denk ik van, nee, dankjewel. Nee, ik ben misschien heel lief. En je hebt misschien ook een hele leuke kant. Maar ik val er niet op. Ah nee, ik val er niet echt op. Ik val meer op gewoon mensen die gewoon schattig zijn en hun eigen ding hebben en ja, die gewoon een droom hebben of iets willen doen. Wat ik nog meer schattig vind aan een meisje is als ze gaat niezen. Het is gewoon schattig, ik weet niet waarom dan niezen ze en hoor je tjie. En dan denk ik, ha, dat is cool. Jij bent lief. Huh? Het is ook schattig als ze je naam zeggen. Ik weet niet waarom, maar als iemand anders, een meisje, je naam zegt, is het gewoon leuk. Dan denk ik van, ja, yeah, ze zegt mijn naam. Of als ze zegt van, je bent aan de hoer en zegt ze kom vechten. Ik weet niet wat dat is, maar dan is het meteen van oké, kom maar. Wat nog meer schattig is als een meisje je gewoon de hele tijd belt. Ik weet niet wat dat is, maar ik vind het gewoon leuk als ze je gaat bellen. Want dan is het zo van ja, ik wil je aandacht. Wat ben je, Steven, wat ben je aan het doen? Ik wil je aandacht. Het leuke wat ik ook vind is als een meisje gamet. Want het is gewoon sexy als meisjes gamen. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon sexy. En dat vind ik gewoon leuk. Dan denk ik van ja, ik wil met je spelen. Ik wil met je spelletje spelen. En ik denk van oké. Ik vind het leuk als een meisje moeite doet. Dus wel gewoon, stel ze gaat naar je toe, dat ze dan niet gewoon de kleren aanhoudt wat ze al aan heeft. Maar dat ze gewoon helemaal gaat omkleden en gewoon, ze wil er mooi uitzien voor je. Ze wil mooi zijn voor jou, ze doet moeite voor jou. Oké, dus ik wil de road naar 100.000 volgers inzetten. Dus heb jij video ideeën wat ik moet maken, laat ze achter in de reacties. Want ik wil nu zoveel mogelijk video's gaan maken. Dus ja, laat me weten wat je wilt zien. Stel je wil een meisje fixen en kijk op haar Insta, ze heeft heel veel bikini foto's en dingen. En dan denk ik van nee, laat maar. Daar heb ik geen zin in, want het is zo. Ja, ik weet niet, ik vertrouw dat dan gewoon niet. Het moet gewoon schattig zijn, gewoon. En natuurlijk, als je naar mijn Insta kijkt, dan denk je ook van oké, Steven, wat zeg je? Wat echt schattig is, wat ik echt schattig vind, is als een meisje door mijn haar gaat. Want dat voelt echt lekker. Als je mij wil gewoon, ik weet niet. Als je me blij wil maken, moet je gewoon mijn haar aanraken. En dan val ik meteen in slaap en dan denk ik van, oh, wat is dit lief, wat is dit leuk. Oké, de eerste 5 mensen die iets kopen, krijgen van mij een shout-out op mijn Insta. Dus stuur mij een DM als je iets hebt gekocht. Dan krijg je van mij een shout-out, dan vind ik het super vet om te zien. Panna support is er, want als ik dan wat geld kan verdienen hiermee, dan kan ik een Elgato kopen. En dan kan ik ook gewoon Nintendo Switch en dingen gaan opnemen. Wat me heel leuk lijkt en wat ik ook heel graag wil gaan doen. Oké, ik kan niet meer dingen bedenken. Heb jij nog iets wat jij schattig vindt aan een meisje of een jongen? Laat het achter in de reacties, want dan kan ik altijd gebruiken voor een andere video. En dan zie ik jou met de Panna Gang weer later. Panna Gang, peace out, yeah, doei. Bye.